Hi. Hallo. Ik dacht, ik hoor al wat. Hi. Hi. Ga lekker zitten. Nou. Het klonk heel mooi. Want ik vind het te spannend. Ja. Dus, ik heb even drie zoenen of zo. Ja, zeker. Hi. Jij bent, hoe heet je? Hoi. Ik ben... Het is makkelijk te onthouden. Ja, bij jou ook. Ik wist niet wat ik kon verwachten, maar... Nee, ik ook niet. Serieus, goede... Heel leuk. Een match. Ja. Leuk. Ja, dat gevoel heb ik ook wel. Dat is ja. Gezellig, joh. Leuk. Ja, best wel. Ja. Ga maar gewoon lekker zitten. Er staan allemaal stoelen. Ik ben gelijk al wat, mijn handen zijn warm al. Mooi. Wauw. Ik behandel een vrouw echt wel als... Ja, mijn vrouw. Hoe oud ben je? 46. Ja, ik ook. Zijn ook 46? Wauw, congratulations! Kijk, ik rook, maar dat is niet iets wat ik altijd doe. En als ik nou zeg van, nou, dat is echt een... No-go. Nou ja, dan zou ik zeggen van, oké, maar dan kap ik er gelijk mee. Ja. Je kunt het, jongen. Kust. Nee. Je slaapt ook op de bank vanavond. Nee. Bij deze een uitgemaakte zaak. Nee. Oh, nee. Oké. Prima. Fair enough. Ja. Dat zat er wel in, dacht ik al. Ja. Ik heb me in heel veel opzicht echt een sukkel gevoeld. Mm-hmm. Want ik weet nog wel, op een gegeven moment, na de scheiding, ben ik op Tinder gegaan. Nou, dan heb ik echt al half Tinder opgeschoond. Het is ergens een instinct. Nee, maar wacht even. Instinct. Oh, stop. Modepolitie. Met je mooie borsten en... What are you doing, stepbro? Ja? Ja. Met mij? Ja. Maar durf jij met mij een hotelletje? Dat is de vraag. Nou, ik weet het nog niet. Non-verbaal kun je heel vaak iets aflezen aan mensen. Dat en wat zijn mijn dingen dan? Wat is mijn... Nou, ik zag je net zo doen. Nee. Terwijl je met haar aan het appen was. Dat doe ik zo vaak. Nou, ik vond het vanmiddag even lastig. Toen ik zo zat, toen had je zoiets van... Nee. Ik werd gewoon even getriggerd. Ik weet 99% zeker dat als wij ooit vrijen, dat het gewoon fijn zal zijn, weet je wel. Ja, maar het is geen 100%. Ik weet niks zeker. Daar gaat het niet om. Nou, weet je, ik denk dat ik naar huis ga. Om even met de deur in huis te vallen. Ik denk dat je beter kan stoppen met praten. Ik ben helemaal... Ga maar even rustig nadenken onderhand. En kom eens een keer met een goed antwoord. Doei. Maar dit, weet je al, dit. Hier begint het. Hier, zo'n man ben ik. Snap je? En doe ik fucking alles voor je. Ik ga hier niet met jou lopen seksen. Nee. No way. Ja, maar ik vind je echt wel aantrekkelijk. Anders zal ik je niet. Ik jou ook wel. Сапоги, сапожки, хрюшеньки на сапоги ходят по дорожке.